Goeiedag. Sinds 14 jaar nemen we FC Rijnmond op. De regionale voetbaltalkshow over het Rotterdamse profvoetbal. Dat doen we hier in dit decor. En eerlijk is eerlijk, het gaat wat vaker over Feyenoord dan over Sparta. Maar Spartanen, niet getreurd, want hier in het Mediacafé van Rijnmond, naast het decor van FC Rijnmond, nemen we nu sinds 3 seizoenen de Sparta-podcast op. En die heet sinds kort Sparta naar voren. En daarmee gaan we iets nieuws doen. Hij komt namelijk nu ook op beeld. Een uur lang op YouTube en op Rijnmond.nl en een half uurtje op TV Rijnmond, iedere woensdag. En speciaal voor die eerste aflevering hebben we een gast uitgenodigd. En niet zomaar eentje, nee, Lee van Steensel. Hij was 8 jaar lang de teammanager van Sparta. Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Lee van Steensel, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je tijd over had, want je hebt, volgens mij heb je heel veel tijd over. Ja, kunnen we de volgende opnemen. Dit ongeveer een uurtje. Een uurtje dus nu online, allemaal te zien. En dan gaan we terugknippen voor 50 minuten op de radio, 25 minuten op tv. Ja, we zijn nu echt begonnen met Sparta naar voren. Zo voelt het een beetje. Echt niet normaal, echt niet normaal. Ja, het is een lekkere week om mee te beginnen, toch? Een heerlijke week. Ja, ik had allemaal goede vragen voorbereid aan Leen. Nou ja, die heb ik nog steeds. Alleen ik denk toch dat we moeten beginnen met, ja, toch dat lekkere gevoel van die 4-0. Kijk, als het die 0-4 tegen Cambuur van vorig jaar was geweest, dan hadden we alle ruimte voor Leen gehad. Maar nu moet je nog even wachten met al je smeuïge anekdotes. Maar je hebt ze wel meegenomen. Ik kan meepraten over die mooie 4-0. Was je erbij? Ja, tuurlijk was ik erbij. Gewoon op het kasteel? Zeker weten. Ben je supporter geworden? Was ik al, maar ben het gebleven. Nou ja, dat ligt allemaal een beetje gevoelig natuurlijk, ook de achtergrond van Leen. Ik ben benieuwd. Kijk, daarom hebben we jou ook tegenover Anton gezet. Want ernaast... Waarom dan gevoelig? Maar die zaag ligt onder de tafel, ja, hoor. Precies, ja, precies. Waarom gevoelig dan? Jij denkt dat het een sjaal is die hier ligt, maar hieronder ligt dus... Ja, we gaan straks hakken. Maar je hebt hem wel geaccepteerd toch inmiddels, Anton, deze oud Excelsior aanvoerder. Hij heeft zich wel bewezen en hij is ook wel omarmd geraakt natuurlijk. Ja, jullie zagen het niet toen wij elkaar net... Hij gaf me gewoon een knuffel. Ja, nee. Ja. Hij is zo'n warme persoonlijkheid. Hij ziet er ook uit alsof hij naar een rockfestival gaat. En daar hou ik van, dus ja, we hebben wel een connectie. Ah, is goed. Dus, het is een goede gozer. Het is jammer eigenlijk dat hij weer vertrokken is. Ja. Ja, daar gaan we het allemaal straks over hebben, waarom dat gebeurd is. Maar ja, laten we gewoon beginnen met... Natuurlijk die geweldige 4-0 tegen Volendam. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Wat was het mooiste moment? Ja, heb je even. Nu nog 58 minuten. Het was een geweldige avond. Het was echt een geweldige avond. Misschien het mooiste moment, het eerste mooiste moment, was natuurlijk die bizarre uitloop van Olij. Want dat zagen we allemaal voor onze neus gebeuren. En op dat moment waren we niet de sterkste. Volendam was goed begonnen. Was echt een spannende pot. En hij neemt een sprint. Ja, dat was echt euforie. Tot in alle vezels. Je bedoelt na die assist. Ja. Nou, die heb ik toevallig klaarstaan. We gooien hem er gelijk in. Kadiri zal naar zijn rechter willen. Maar schiet hem recht op Nick Olij. Dat is Kitolano die nog even kwam helpen bij Sambo. En uiteindelijk is het nu een doeltrap op Van Krooy. Geen buitenspel. Van Krooy 1-1. Van Krooy, maak hem af. Van Krooy 1-0. Het is Olij met de assist. Ja, die gaat helemaal uit zijn dak. Nick Olij, die gaat uit zijn dak. Geeft de assist. Het is even checken of het buitenspel is. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar het is een lange bal van de doelman. Op dat schot van El Kadiri. Op het moment dat je denkt van hem, dan pakt de grip weer terug. Gebeurt dat nu niet. Want ze geven het eigenlijk zomaar weg. Een lange bal van Olij, dat is voldoende. Voldoende om de verdediging van Volendam... Ja, zo ging het nog eventjes door met commentator Filip van Es. Maar, doet hij goed, Filip. Ja, hij zit er wel met hart en ziel in, hè, die jongen. Ja, hij is een beetje ook... Kijk, als je daar zit, dan word je automatisch een beetje Spartaan natuurlijk. Zeker. Dan ga je mee. Dan geniet je natuurlijk ook van dat chauvinistische commentaar bij Rijnmond, Leen. Nou, ik krijg nu net gewoon weer even kippenvel van dat moment. Inderdaad, ja, weet je, het zijn belangrijke wedstrijden, zeker tegen directe concurrenten. En op dat moment zag het er nou niet heel lekker uit. Maar Ruud, is Volendam een directe concurrent? Iedereen in het rechte rijtje is een concurrent van elkaar. En dan vind ik met Sparta, hebben we eerder al gezegd, met de hogere begroting ten opzichte van die clubs als Volendam, ben je verplicht om boven ze te eindigen. Maar dan is het wel lekker als je er met 4-0 van wint. Mooiste moment voor jou, denk ik ook, Anton, was Kokkie Saito? Ik denk... Mag ik nog iets zeggen over die ene? Je mag alles zeggen, Ruud. Want jij schiet er nu snel doorheen en we hebben een uur. Maar op een gegeven moment, hij staat op de doellijn. Olij, hij pakt die bal, hij rent naar de 16. Hij had zo'n hoog tempo
Dan op een gegeven moment laat hij die bal los en dan schiet hij hem. En hij eindigde ver buiten de 16. Toen dacht ik nog, was dit geen hands? Toen ben ik hem frame voor frame terug gaan kijken. En dan zie je dat hij een meter naar de strafschopstip, ja, dus op 12 meter, laat hij de bal al los. Ja. Hij gooit hem op, hij schiet hem en hij eindigt buiten de 16. Maar omdat dat zo snel ging, dacht ik heel even, niet aan buitenspel, maar wel aan hands. Nou, dat was het dus bij lange na niet, gelukkig. Maar dat was wel even gezichtsbedrog. Ja, wat opvalt in het radiofragment is dat hij het over buitenspel heeft. Maar dit was nou eindelijk eens een goal waarbij in het stadion geen gedoe over de VAR was. He, dat was juichen tot in je tenen en dat bleven we lekker doen. Dus op de Dennis Neville hebben we het niet over buitenspel gehad. Nee, maar dat zie je daar toch ook niet? Juichen tot de mens. Jullie klagen altijd wel op de Dennis Neville-tribune dat iets buitenspel is. Denk, hoe kan je dat daar nou zien? Nooit. Voor de Bob de Korver-tribune gebeurt er iets. En dan zitten ze op de Dennis Neville-tribune te fluiten dat het geen buitenspel was. Ja. Waar zat jij alleen? Ik had hele mooie kaarten. Middenlijn. Ja, hoofdtribune. Hoofdtribune. Ja, je bent een grote meneer geworden natuurlijk. Manfred Laros, die gaan we nog. Maar dan trek je wel een pakje aan, toch? Een pakje? Is dit dan je outfit ook? Daar let ik niet op wat ik aan heb. Maar je had geen Sparta-shirt aan? Nee, mijn dochter. Ja? Ja, mijn dochters. Die slapen in Sparta-shirts. Niet normaal. Maar hoe is dat nou gekomen? Want die had toch een Excelsior-hart? Oh, kijk, het rijboek laten we gewoon helemaal los alweer. Ja hoor, prima. Ja, dat kunnen we later doen. Doe maar later. Is goed. Leen is de gast, die bepaalt het rijboek. Zo is het. Zo is. Maar wil je nog meer graag op terugkomen, Anton? Jij als supporter, jij kan natuurlijk nog 100 andere mooie... Je hebt niet voor niets zo'n blaadje gemaakt. Wij hadden het net over rugnummers. Maar wat nou als Sparta wel rugnummers zou hebben die aan spelers waren gekoppeld? En hoeveel shirts van Koki Saito hadden we dan deze week kunnen verkopen? Want wat was dat een magistrale invalbeurt, zeg. Ik denk dat van alle invalbeurten die we hebben gezien op het kasteel, dit was zo'n mooie. Dit is eentje, daar gaan we over 20 jaar nog over hebben. En wat maakt een invalbeurt voor jou een mooie invalbeurt? Nou, behalve die assist en zo, hè? Ja, wat hij laat zien. Nee, maar als je van 1-0 naar 4-0 gaat, vind ik dat... Maar dat ligt niet alleen aan Koki Saito natuurlijk. Nou, het begon al toen hij erin kwam. Hij had nog geen bal geraakt. Nee, en toen reageerde het publiek al. Dat vond ik mooi om te zien. Dat was een soort chemie tussen publiek en de speler. Maar, dat was ongekend. Dat ik heb de voorbereiding grotendeels gemist door mijn vakantie in het buitenland. Ik las ook al in de voorbereiding Saito van supporters. Ja. En dan dacht ik van, waar is dat dan op gebaseerd? Nou, er waren een aantal, hij heeft voor Lommel echt hele mooie doelpunten gemaakt. En op het trainingskamp, en dat had Sparta ook gefilmd via social media, schoot hij een vrije trap. Zo briljant erin, je weet wat ik bedoel. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Dat iedereen heeft die doelpunten van hem gezien. En hij kan alleen maar mooie doelpunten maken. Hij zal nooit een intikkertje scoren. Nee, het is zo'n frivole speler en alles verandert in goud bij hem, lijkt het wel. Heb jij hem meegemaakt eigenlijk, Leen? Ken jij hem een klein beetje? Of ben je eigenlijk aan heel de voorbereiding niet meegemaakt? Ja, ik heb tot met 31 augustus gewerkt. Dus ik heb hem, En wat voor jongen is het dan? Altijd lachen, altijd vrolijk. Maar dat zijn veel Japanners volgens mij altijd wel. Ook als ze zich niet goed voelen. Maar het is heel hij praat heel gebrekkig Engels ook. Dus het is echt wel heel moeilijk communiceren. Maar ja, voor de rest... Dus hij praat wel een beetje Engels? Beetje Engels, een beetje Engels. Gerucht gaat dat hij helemaal niets verstaat. Ja, zeker wel. Het is vooral Google Translate. En ik deed ook Google Translate gewoon in het Japans. Gewoon omdat zelfs Engels was lastig voor hem. Maar ja, gelukkig hebben wij Koei Sagara in de staf zitten die Japans praat. Bij je, mooi Leen. Dat is een fysio, hè? Nee, hij is, hij was wel altijd in de fysio, maar hij is nu performance trainer, fysiek trainer. Ja, en hij leidt, dat is voor fans van de Dennis Neville heel erg opvallend, de warming-up. Ja, klopt. Het ziet eruit alsof hij toch het vermoeden heeft dat die gasten niet weten wat ze moeten doen. Ja. Want hij staat continu te wijzen naar ze. Maar hij heeft dus een dubbelfunctie nu. Nee, hij is geen fysio meer. Nee, tolk is hij niet. Ja, zo bedoel je. Ja, zeker weten. Ja, heel belangrijk. Maar dan ga je duiken in de cijfers van Saito. Hè. Vorig jaar Lommel, op het tweede niveau in België. Speelt hij met 20 wedstrijden, doet hij mee. Niet allemaal basis. 5 doelpunten, nou, dat is... Oké. Okay. Maar dan de Lommel, de City Group. Jongen komt van Yokohama, geloof ik. Hoe komt zoiets tot stand? Weet jij daar meer van dan? Hoe komt zo'n jongen nou bij ons terecht? Nou, ik weet niet hoe, maar ik heb misschien wel een vermoeden. Jesper Gudde is nu hoofdscouting geworden. En die heeft een bepaalde visie, bepaalde data, bepaalde type spelers die ze zoeken. En die kan putten uit een heel netwerk. En je ziet deze zomer zie je ook hele andere type spelers, vooral uit buitenland komen. En
Ja, ik denk dat het voor een groot gedeelte daardoor komt. Gewoon door scouting, door data. Verschuren ook niet bij Lommel vandaan? Ja, ze hebben samengespeeld. Precies. Ja, die waanzinnige goal volgens mij die hij scoorde was de assist van Arno Verschuren. Ja. Ja. Is dit nou zo'n speler die niet was gekomen als ze kunstgras hadden? Oh, dat is wel een goeie. Want dat zou me dan ook niks verbazen. Ja, het kan zomaar. Ja. Het kan zomaar. Maar, zuinig op moest zijn. Maar dat scouten via data, dat doen andere clubs ook. Sparta is niet de grootste club van Nederland. Als zo'n jongen zo goed is als dat hij blijkt dat hij nu is, dan vraag ik me af, waarom komt hij dan naar Sparta? En waarom zijn er niet meer voor hem in de markt? Zijn wij in ons scoutingsbeleid nu dan echt zo uniek? Ik denk dat het altijd wel een combinatie is. Hè. Je speelt Eredivisie, je krijgt gras. Dat is zeker ook voor heel veel spelers een must. Dat is zo moeilijk om te zeggen. Ja. En uiteindelijk heeft het ook met connecties te maken. En een beetje geluk ook, denk ik. Ja, tuurlijk. Het moet vallen. Ik noem altijd het voorbeeld maar van Maher. Ik heb zelf ook een jaar in de scouting nog bij Sparta gezeten. Kijk, zien of iemand goed kan voetballen, dat kan bijna iedereen wel. Maar of die nou ook past bij jou... speelwijze bij jouw groep, bij jouw club, dat is zo moeilijk. En maar wat bedoel je met Maher? Die was zo goed bij AZ, maar bij PSV is hij een beetje ondergesneeuwd. Ja. En wij hebben toch het verhaal van Dries Mertens, die bij ons is afgewezen wegens zijn lengte. Ja, door Fokkeboy destijds. Fokkeboy vond hem te klein. En later haalde hij niet meer alsnog. En zou van AGOVV vandaan komen. Ja. En uiteindelijk ging Boy naar Utrecht. En het eerste wat hij deed was Dries Mertens bellen. En zeggen, joh, kom bij ons spelen. Ja, mooi verhaal is dat. Maar je kleunt wel eens mis. Wat dacht je van die spits Dallinga? Weg bij Groningen. Fantastisch bij Excelsior. Ja. En ik zag een Twitterbericht tegen Mbappé, Messi en Neymar. Ja. Weet je, zo gek is dat. Het moet allemaal goed vallen. Waar woont zo'n jongen, zo'n Kokkie Saito? Ja, die woont... Je hoeft niet zijn hele adresgegevens hier te geven. Maar. Is het voor de fanmail? Komt Anton gelijk namelijk bloemen brengen? Dat was vrij makkelijk. Die jongen die is alleen, dus die hoefde niet heel veel. Die wilde een gemeubileerde woning. En er zijn er af en toe wat adresjes die ik ken. En, die zitten dus gewoon in de Lee Towers waarschijnlijk. Er zitten er wel meer van Sparta. Ja. Ja. Maar Okoye wonen daar ook. Ja. En Masuras? Ja, er wonen er heel veel. Ja, dat was zijn broer. Daar hadden we een goede klik mee, goede band mee. En het is sowieso moeilijk om hier in Rotterdam huis te vinden, maar ook contracten. Spelers kunnen zomaar binnen een half jaar weer weg zijn. Ja. Woonde Kito Lano of Lauritsen nou in Kralingen? Een van die twee, toch? Heb ik gehoord. Ja, ook niet zo relevant verder, maar maar ik vind het wel mooi dat je hebt een huis gekocht nu. Gekocht? Ja. Ah, dus die heeft wel plannen om langer te blijven. Sparta heeft... Vier jaar tekent. Ja. Dat is waar. Sparta heeft natuurlijk veel jonge jongens. En als die dan alleen zijn, is het toch mooi dat ze in de Lee Towers wonen. Daar wonen meer. Ook woont veel studenten en zo. Je woont vlakbij het stadion. Er wordt nu wel elders getraind. Dat dan weer wel. Vorig seizoen werd natuurlijk in het stadion ook getraind. Lijkt me Maduka Okoye, Masuras en wie dan ook. Een ideale locatie. Ja, en ook een hele mooie huisbazin heb ik begrepen van Okoye. Volgens mij heb ik dat van jou gehoord. Er worden hier dingen gezegd die helemaal niet gezegd mogen worden. Ja, dat was wel grappig kunnen we zeggen. Maar hij is nu toch ook weg. Nee, ik kwam daar met Maduka. En hij kon maar een paar woordjes Nederlands. En we kwamen daar de eerste keer om kennis te maken. En hij ging appartement. En hij zegt opeens, jij bent lekker. Ja, ik zweet al in de koelcel. Maar daar ga ik ook beginnen te zweten. Ja, en waarschijnlijk vond zij hem ook wel lekker. Want het was een mooie man om te zien natuurlijk. Het is een imposant persoon. Ja. Ja. Nou zijn we al langzaam richting Leen opgeschoven. Zijn we al klaar met zaterdag? Of? Nee, nou, want kijk, ik heb bijvoorbeeld nog de vraag over Lauritsen. Weet je, we hadden twijfels. Nu scoort hij er twee zelfs. Zijn die twijfels nou al helemaal weg? Of, Dat zou wel echt heel lullig zijn als we nu, op dit moment, na deze pot, gaan zitten twijfelen over hem, toch? Ik wil dat wel nuanceren. Er waren geen twijfels. Wij constateerden met z'n allen dat hij nauwelijks aan de bal kwam. Ja. Dus, en als hij hem had, deed hij er niet zoveel mee, maar ook hij kreeg hem niet. Dus het was wel zo van, hoe gaan wij Lauritsen bereiken? Nou, dat is gebeurd, dat is in Deventer al gebeurd. Daar vond ik hem al goed spelen. En als een spits de twee maakt, kan je moeilijk zeggen dat hij slecht speelt. En dat deed hij ook niet. Nee, nu drie goals uit vijf wedstrijden. Nou ja, trek het door en hij gaat richting de 20 goals. Ja, ik zag dat hij door Sparta werd benoemd tot koning van de wedstrijd.
Dat is weer een nieuw sponsordealtje natuurlijk. Ja, koffiezetapparaat hier, af en toe ververst. Ja, alleen heeft al zijn tweede bakje, dus dat moet wel vers blijven. We zitten toch in de huiskamer van Rijnmond. Zo is het. Dus dat mag best allemaal. Ja, hoor. Maar hij was natuurlijk niet de man of the match. Een beetje gekke werk. Maar dat is wel goed voor zijn vertrouwen. Alleen, ja, we gaan nu dus weer tegen een ploeg spelen waarbij we minder de bal hebben. We moeten naar de Kuip. Ja, maar dat gaan we nog even vasthouden, hoor, Feyenoord. Daar gaan we mee. Daar gaan we het over hebben. Gaan we, dat komt nog wel, maar dat aan het eind van deze podcast. Even ik had een watchparty. Om maar eens in op zijn slotbooms te zeggen. Ik zat thuis met het gezin en ik heb genoten voor de buis. Jij zat op de Dennis Neville tribune. Ik kreeg het idee dat ook toen het nog geen 4-0 stond, ook bij het begin, het was weer lekker weer. Iedereen tevreden had ik het idee. Ja, we zeiden natuurlijk in de vorige podcast, deze wedstrijd veel liever dan een potje tegen Ajax. En dat pakte eigenlijk al heel snel zo uit. Het is zo fijn om tegen gelijkwaardige ploegen te spelen. En dan, ja, je krijgt een sfeer. Dit zijn echt de kersen op de taart, hè, bij Sparta. Zulke avonden die echt magisch zijn. Maar ik heb iemand horen zeggen dat dit het beste Sparta was van de afgelopen jaren. Is dat echt zo of is dat een klein beetje overdreven? Leen, jij hebt ze allemaal gezien van dichtbij? Ja, dat kan je ook wel eens in de euforie zeggen, denk ik. Kijk, wat wel is dat je nu voor het vierde jaar in de Eredivisie speelt. Waardoor je een bepaald niveau gaat halen. En er komen steeds meer clubs vanuit die zwakker zijn. Dus dan lijkt je al heel snel sterker. Wat ik wel zeg is, we hebben wel een hele dynamische ploeg. Met name voorin vind ik dat we echt wel meer... Toen Mijnans erbij kwam. Ja. Mijnans en Saito, toen zat er echt voetbal in. Ja. Voorin. Nou, dat dus En waarom begint hij daar dan in mee? Ja, ik denk dat hij toch op safe probeerde te spelen aanvankelijk. Nou ja, Lamlie is geen koekenbakker natuurlijk. Dus het is toch niet gek dat je met Lamlie in de basis begint? Nee, zeker niet. Het is af en toe gewoon een stuivertje wisselen daar. Gewoon kop of munt. Dan die, en dat is denk kop of munt? Ja, maar Leen is trainer, hè, van Baandrecht. Daar komen we straks nog op. Dus nu weten we hoe de opstelling bepaald wordt. Het is figuurlijk ook. Ja, weet je... Nee. Dat is denk ik juist de kracht van dit team en daarom zijn ze sterker, omdat de selectie breder is. Je wordt niet zwakker als je 1, 2, 3 keer moet wisselen. En ik denk dat daarmee dat je kan zeggen dat we een sterkere selectie hebben. En in combinatie met dat het verloop ook onderin, de degraderen gewoon elk jaar gewoon minimaal 2 en volgens mij dit jaar 3 clubs. En die moeten dan weer eerst sterker worden. Ja, dus als er zoveel gewisseld wordt, hè, dan heb je natuurlijk ook automatisch misschien wel mensen die ook beginnen te klagen. Van joh, waarom speel ik geen hele wedstrijd of waarom speel ik helemaal niet? Ik denk dat dat voor een teammanager ook best wel belangrijk is om dat te managen. Want die spelers die komen dan ook, die gaan dan ook klagen bij jou of nu bij jouw opvolger Danny Sprangers. Van joh, wat vind jij ervan? Hoe deed jij dat? Over het voetbalgedeelte wilde ik eigenlijk zo min mogelijk wat zeggen. Dat is niet mijn ding. Als ze naar me toe komen, zeggen, ja, moet je beter je best doen. Zo simpel is het. Maar jij als oud-speler kende wel het gevoel. Jij wist wel, deze moet ik een aai over zijn bol geven. Of wat met rust laten. Want hij maakt mee wat ik in het verleden ook wel eens heb meegemaakt. En ik weet hoe dat voelt. Ja, dat absoluut. Alleen je kan niet zeggen van, ik vind dat je in de basis hoort. Of misschien moet je dat even wat beter doen, want misschien ga je dan spelen. Dus, maar ja, eigenlijk maakt het mij in mijn werkzaamheden niet heel veel uit of iemand speelde of niet. Ik maakte altijd met iedereen een praatje en ik had geen onderscheid erin, nee. Maar zei je ook wel eens, hey, niet zeiken? Vast wel. Maar je dacht het vaker dan dat je het zei. Ja, tuurlijk. Ja. Je kan het niet zeggen. Want spelers die wisselstaan, die zitten vaak ook in een hele andere emotie. En dan kan je een grapje maken. Maar als ze dat helemaal verkeerd oppakken. Hetzelfde grapje tegen een basisspeler wordt lacher over gedaan. En hetzelfde, ik weet nog een keer, Maduka penalties tegen ADO Den Haag. We verloren de bekerwedstrijd. En ik zei vlak na de wedstrijd. Ik zeg, morgen gaan we even samen het veld op. Ja, waarom dan? Ik zeg, gaan we even penalties trainen? Misschien dat je er dan eentje pakt. Dan werd hij helemaal gek. Een dag later is hij naar me toegekomen. Ik vind het niet leuk, moet je niet doen. Ja, wel goed van hem. Winnaarsmentaliteit. Je moet echt heel erg oppassen met hoe je dat doet. En dat is wel eens lastig. Ja, dat vind ik ook mooi in de voetballerij, de dagkoers. He, dat de commerciële afdeling van Sparta hoeft op de maandag na de 0-4 tegen Cambuur niet naar buiten te gaan om klanten te werven. Want dat heeft geen enkele zin. En inderdaad ook spelers die een wedstrijd gewonnen hebben, dat zijn hele andere spelers volgens mij dan die een wedstrijd verloren hebben. Altijd, ja.
Ja, maar ook, denk ik, je moet ook rekening houden met de cultuur waar iemand vandaan komt. Weet je, tegen een Tom Beugelsdijk kan je heel anders doen dan inderdaad dit voorbeeld tegen... Leeftijd, cultuur, alles speelt een rol. Dus daarom moet je altijd opletten. Ja, en heb jij, kijk, Vreese die had het heel vaak over de generatie Z. Zeg maar de huidige generatie die je bijna met fluwelen handschoentjes moet behandelen. Nou, jij bent zelf natuurlijk profvoetballer geweest. Is er een verschil, zeg maar, tussen de profvoetballer van uit jouw tijd en de profvoetballer anno nu? Moet je die anders behandelen? Ja, ja. Sowieso. Ik heb voor mijn gevoel de wat oudere generatie, wat we net ook zeggen, daar kan je bijna alles tegen zeggen. Dus ze hebben het over Vriends, Alwassar. Ja, Beugelsdijk, Meijers. Daar kan je heel veel dingen tegen zeggen. Tegen de jongere gasten. Ik heb het gevoel dat die sneller op hun teentjes getrapt zijn. Zich sneller aangevallen voelen. Ja, maar dat is niet alleen voetbal. Nee. Gewoon, maar dat is wel heel moeilijk. Dat is op middelbare scholen niet anders. Ja. Jawel, maar kijk, in sport is emotie. Dus daar komen die emoties eerder uit. Dan moet je dat wel kunnen managen als trainer. En ook als mensen om die trainer heen, denk ik. Dat is het allermoeilijkste. Trainer zijn is niet alleen lekker op het veld staan en een elftal beter. Maar trainer is vooral inderdaad managen. En dat vind ik nog wel eens lastig. Ik vind het heerlijk. Ik ben ook trainer. Ik vind het heerlijk om op het veld te staan. 1,5-2 uur lekker lang te trainen. Mooie vorm te doen. Maar ja, dat is het niet alleen. Je moet praten. En nog meer praten. Maar goed, wat bij Sparta opvalt, dat is wel mooi als je naar het gezicht van Bukari kijkt. Dat is een soort van barometer. Dus ik vond dat Bukari onder Vreese vaak serieus op de bank zat. Met die iPad, een strakke blik, een beetje bozig ook. Maar nu, en dat zal ook wel aan de resultaten liggen, zie je hem echt heel vaak lachen. Ja, maar niet alleen maar als Bukari zag toch sowieso al vaak lachen. Nee, ook in dat jaar dat Sparta achtste werd. Daar zit een soort van losheid in het Sparta van nu onder Stijn. En dat was er daarvoor echt niet. Dat valt echt op. Ja, maar dat had wel met het laatste seizoen te maken. Dat kan jij veel beter beoordelen, Leen, want jij zat daar bovenop. Laten we het er niet te lang over hebben. Maar hoe donker waren de wolken vorig seizoen ten opzichte van het seizoen daarvoor? Of ten opzichte van dit seizoen? Ja, donker. Heel donker. Maar met name ook omdat je staat waar je staat. En het leek er niet op dat we eruit gingen komen. Nee, maar wij hebben natuurlijk heel vaak gesproken aan deze tafel ook over de invloed van het bestuurlijke gedoe. Van Steen Laros. We kennen het verhaal. Ik heb dan altijd het idee dat spelers daar niet zo heel wakker van liggen. Maar dat kan jij beter beoordelen. Nee, spelers die komen, die trainen en die gaan. Geen invloed. Zulke dingen hebben geen invloed. Echt hele verschrikkelijke dingen die kunnen invloed hebben op spelers. Maar bestuurlijke dingen, dat... Maar dat zeg jij nou wel. Maar Mika Pinto, bijvoorbeeld... Komt hij weer met Mika Pinto? Ja, maar die stond echt briesend naast me. Van, ze liegen hier over mij. En die was echt ongelukkig. Dus het heeft soms echt wel effect wat er in het hoofdgebouw gebeurt. Nee. Dat ging omdat er iets over hem gezegd werd, wat hem niet aanstond. Tuurlijk. Maar als er dus in de bestuurskamer zeg maar een strijd woedt, bevestigt Leen inderdaad mijn vermoeden dat ze in de kleedkamer daar niet heel erg wakker van liggen. Hey, kijk, als het persoonlijk wordt, dan is het net even wat anders. Maar ja, als het daar regent, druppelt het toch in de kleedkamer. Nou ja, ik hoor net van Zagrijn, dat gaat toch naar beneden? Nee. Er wordt nog steeds door dezelfde personen een kaartje gelegd voor de training. Nee. Leen, jij hebt bij Sparta samengewerkt met Pastoor, Vreese, Stijn? Nou, je mist nog een hele grote... Dik advocaat natuurlijk. Juist, groot. Maar een misselijke naam. Pastoor heeft jou gehaald? Ja. In een gesprek met Leo Beenhakker, toch, volgens mij. Ja. Ja, hè? Ja. Nou, het was zo. Het was december en toen speelde Excelsior thuis tegen Ajax. En daar ging ik lekker kijken en Alex was bij ESPN. En na de wedstrijd heb ik een uur, anderhalf met hem een beetje geluld over van alles nog wat. En een paar weken later werd hij aangesteld als trainer van Sparta. En toen belde hij me een dag later op van, joh Leen... wil je van mij wedstrijdanalyses maken? En dat is uit de tijd dat ik speler was bij Excelsior. Toen deed ik mijn cursus, UEFA B. Die vrijheid kreeg ik van hem. En toen moest ik ook analyses maken. Als opdracht. Hij zei, je krijgt toestemming, maar ga je ook alvast... Nou, zo ben ik in zijn hoofd gebleven. Waarschijnlijk deed ik dat goed. En toen ben ik analyses gaan maken voor hem elke week. En dat was voor mij zo fantastisch. Ja, en toen, na een half jaar, investeren gevraagd van, joh, wat zit erin? Ja, en toen kreeg ik bij godsgratie een 15-urig contract bij Sparta van Leo. Dus, of eigenlijk moet ik zeggen, meneer Beenhakker. Ja, dat is voor mij geweldig natuurlijk. Zo, in een kamertje zitten met meneer Beenhakker. Met de Don. Ja, dat is mooi. Ja, dat maar even jij bent binnengekomen. Wat een emmers aan bagger zijn er over jou uitgestort.
Niet normaal. Hoe was dat voor meneer van Steensel, mevrouw van Steensel, familie van Steensel? Nou, thuis hebben ze er wel wat van meegekregen natuurlijk. Want ik moest op een gegeven moment een nieuw nummer moest ik nemen, want ze hadden mijn telefoonnummer te pakken. En dan ben ik de volgende nog wat wacht, had ik duizenden berichten. Echt? Nee. Hey, maar wacht, echt? Wat stond er dan in die berichten? Ik werd gewoon in groepsapps toegevoegd. Dus niet eens per se dat ik afgemaakt werd. Maar gewoon, ik werd in groepsapps toegevoegd. En berichten. Ja, oké. Ja, dus niet per se dat ik... Maar het klonk heel even alsof je bedreigd werd. Of Nee, dat gelukkig niet. Ik heb wel genoeg dingen naar mijn hoofd toe... maar dat... Ja, op zich... En dat is eigenlijk fout gegaan met een verkeerde interpretatie. Ik had gezegd dat 16 mei 2010... mijn mooiste sportieve hoogtepunt in mijn carrière was. Even voor de duidelijkheid, de dag dat Excelsior promoveerde ten koste van Sparta. Juist. Nee, jij speelde bij Excelsior. En ik speelde toen bij Excelsior. Dus ik had dat gezegd. Gaf jij niet op die bal zelfs? Ik gaf de assist inderdaad. Ja, was ik al bang voor. tussen drie man in. Won ik ja. Maar, dus maar het was mijn mooiste dag. Maar het werd gezegd op een gegeven moment van dat ik het heerlijk vond dat Sparta degradeerde. Dat is natuurlijk een hele andere boodschap. Nee, dat is inderdaad. En... ik heb echt keihard moeten werken bij Sparta om daar intern geaccepteerd te worden door een aantal mensen. En ik ben die uitdaging aangegaan en ik ben 31 augustus door de voordeur vertrokken. Ik heb een schitterend afscheid gehad, hele mooie woorden gehad. Dus ja, uiteindelijk ben ik daar heel trots op natuurlijk. Ja, want, sorry. Kijk, ik hoor ook veel uit het hoofdgebouw en ik ben ook vaak in het hoofdgebouw. En het is je gelukt om de skepsis weg te nemen. En dit is niet omdat je hier zit, want dat hebben wij hier eerder besproken. Je wordt de beste teammanager genoemd die Sparta ooit heeft gehad. Dus dat is een big shoes to fill voor je opvolger. Maar ook iets wat je, waar je trots op kan zijn, denk ik. Ja, absoluut. Ja. En daarom is het ook echt wel moeilijk geweest om die keuze te moeten doorhakken. Omdat ik het super naar mijn zin had. Waarom dan? Ja, ik heb gekozen voor mijn gezin. Ja, daar kan je heel weinig verder over zeggen, Ruud. Nee, ben ik uitgeluld. Ja, nee. De laatste 5-6 jaar heb ik 70-80 uur gewerkt. Met mijn baan als hoofdtrainer erbij en Sparta. Had je daar toch mee kunnen stoppen? Dat had zeker gekund. Alleen ik heb... teammanager zijn is geweldig leuk. Het contact, fantastisch. En het past ook echt bij me. Alleen dit is het. Je kan niet verder doorgroeien. Je kan niet verder ontwikkelen. En als trainer heb ik bepaalde doelen... Die ik wil streven. Dus dat was eigenlijk een makkelijke keuze uiteindelijk. 70-80 uur werken, dat is helemaal niet erg. Maar wel dat hectische. Je bent constant aan het reageren ad hoc. Je wordt echt 24/7 word je gebeld. Door spelers, door trainers. Oh, dat moet je nog even regelen. Door Rijnmond. Ja. En soms ook met hele domme vragen. We hebben ook begrepen dat spelers vragen, joh, wat is het adres van het Sparta-stadion? Nou, die heb ik gehad. Maar ook welke benzine moet er in mijn auto? Ik kreeg zelfs op een gegeven moment een berichtje. Het is een kleuter, wat is het bankrekeningnummer van die speler? Ik zeg, is je teamgenoot. Stuur hem een appje. Weet je, dus dat soort dingen. Okay. En ik was zelfs zo gek. En het is ook mijn eigen schuld, hè. Ik stond op een gegeven moment op het veld met mijn iWatch bij Joden Boys training te geven. Zag ik dat ik gebeld werd en ik nam gewoon op het trainingsveld. Hij is gewoon krankjoren natuurlijk. Maar ja, dat ja. Hey, ik zou dan wel eens een discussie op een ander moment willen aangaan met mensen zoals jij, teammanagers, clubverantwoordelijken. Pamperen jullie die spelers niet te veel? Want je kan ook zeggen, zoek het tot op zekere hoogte gewoon zelf uit. Ik bedoel, als ik een nieuwe verzekering wil, regel ik het ook zelf. Waarom moet jij dat regelen voor een speler? Ik heb ze behandeld als mijn kindje. Ja, ik heb ze veel te veel gedaan. Ja. En daar ben ik te dupe van geworden uiteindelijk. Ja. Op een gegeven moment, heb je die baan in de vingers. En dat laatste jaar ben je dan toch wel iets strenger voor ze geweest? Nee, want dat zit niet in me. Ik ben heel erg... lieve gozer. Ja, dat sowieso. Gauw gast. Nee, ik los graag dingen op. Ik help graag en ik ontzorg graag. En ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen. Ja, dat vind dat maar krijg je dat streeltje terug dan? Ach man, bakken van spelers? Bakken vol, ja. Want je noemde spelers net passanten. Vaak zijn ze na een half jaar kunnen ze alweer vertrokken zijn. Maar dan zijn ze ook uit het oog, uit het hart of... Of heb jij gewoon nu heel veel vrienden? Nee, nou, weet je... Ja, nee, uit het oog is ook vaak
Of is niet uit het hart, maar wel vaak minder contact. Maar net als Tommy is nu weg, ja, we bellen nog wel elke week. Ja. En met Adil heb ik heel veel contact. Dus je hebt echt wel uit mijn spelerscarrière. Heb ik laatst ook nog even een bericht gestuurd, die is jarig. Ik heb van al mijn spelers een kalender, of ik heb een kalender met alle. Dus ik stuur elke dag een appje naar iemand die jarig is. Dus dat vind ik leuk om dat contact te onderhouden. Gewoon, En als jij jarig bent op 20 april, wie komt er dan als eerste op jouw verjaardag? Kinderen. Ja, maar van die gasten met wie je hebt gewerkt? Oeh, ja, dat vind ik minder interessant. Heb je niet echt een vriend aan overgehouden? Nee, ook niet als voetballer. Nee. Ja, weet je, met Adil heb ik heel veel contact. Echt heel veel contact. Dus die zal ik ook heel veel blijven spreken. Gaat het nu een beetje met hem? Want weet je wat, trieste familieomstandigheden in Marokko. Maar... Ja, nou ja, hij baalde gelijk al dat hij natuurlijk niet speelde. En ik heb hem een foto gestuurd, want hij had witte schoenen aan afgelopen zaterdag. Ik zeg, nou, nu snap ik volledig waarom je niet speelt, dat kan echt. Maar zo'n fijne jongen, hij wordt ook wat ouder. Hij is echt een volwassen aanvoerder. En ik heb geen seconde gezien dat hij met zo'n kop liep. En dat zie je nog wel eens, spelers die wissel zitten lopen met zo'n bakkes. Maar en nu gaat hij er weer voor. En, dat is zijn shirt, wat ik vorig seizoen van hem heb gehad. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, in die interviews met Awassar, dan stipte hij wel eens aan van, ja, wat probeer je nou te bereiken met dit interview? Een wicht te drijven tussen mij en Frezen? Oké, ik speel niet, hij kiest voor een ander en dat moet ik accepteren. Weet je, dat soort gesprekken had je vaak met hem, die enorme loyaliteit naar de trainer. En als je het dan over trainers hebt, is dat bij jou, was jouw werkwijze anders bij andere trainers? Ja, zeker. Ja, want onder Alex bijvoorbeeld, Alex was vooral iemand die vertelde hoe het moest. En dat moest ik uitvoeren. En bij bijvoorbeeld Henk Vreeser was het weer net even wat anders. Ik zorgde voor een aantal dingen. En ja, als het goed was, hoorde ik het niet. En als het niet goed was, dan zei hij van, joh, ik zou het de volgende keer zo even doen. Maar dus een hele andere verantwoording, hele andere werkwijze. En, ja, maar je bent nu zelf trainer. Ja. Op welke trainer lijk jij het meest? Dat is een rotvraag natuurlijk, want je pikt van elke trainer wat mee. Maar ik ben toch wel benieuwd naar het antwoord. Wat ik prettig vond, bijvoorbeeld aan Alex, was de persoonlijke band die hij had met iedereen. Hè. Dat vond ik heel erg prettig. Ook van hem. Nou, van hem krijg ik elke keer op mijn verjaardag een berichtje. Als een van de eerste. Ja? Ja. En dat heb ik, zulke dingen heb ik ook van hem overgenomen. Dus de benadering naar spelers toe, vooral het positieve, dat heb ik van Alex overgenomen. Ja, zo heb je inderdaad van elke trainer. En met wie kon je het meeste lachen? Ja, dat is met Henk en nu ook met Maurice. Ja? Ja, was fantastisch. Korpot. Ja. Och. Ja. Ja. Dat is niet geschikt voor uitzendingen. De eerste paar weken had ik echt, denk ik, what the fuck is dit allemaal, joh? Ik had het een beetje gevoel dat hij mij aan het uitproberen was van wat voor vlees hij in de kuip had. En daarna had ik echt een hele fijne band met hem. Ja. Ja, je hebt gewoon spijt, toch? Dat je weg bent. Nee, zeker niet. Als je dit zo ziet. Nee, geen seconde. Nee, omdat ik weet dat dit de enige juiste keuze was. Moeilijk, maar de enige juist. Dus ik heb echt nog geen seconde spijt gehad. Ik mis het wel. Maar ik weet gewoon dat als ik dit door had gezet, met Barendrecht erbij, dan had dat de kosten gegaan van mijn gezin en van mezelf. Ja, maar je hebt nu zoveel tijd over. Hoe ga je die tijd invullen? Want ga je weer terug, even kijken of ze dit weten, naar Kwapi. Kennen jullie Kwapi? Hij begint zelf te lachen. Ik niet. Maar we hebben allemaal kinderen, maar niemand kent Kwapi. Ja, Kwapi. Nee, nou, Leen is namelijk vertegenwoordiger geweest van Kwapi, een kinderkledingmerk. Oh. Ja, ik weet wel dat jij een soort van afvalcursus deed, of wat is het? Want nee, ik zag jou op LinkedIn steeds slanker worden. En een autowasseretten. Heb ik ook nog aardig gedaan? Is Jordi Klaas hier nog een keertje langs geweest met zijn auto? Je hebt wel aardig bijgebeuterd. Ja, nee, kijk, ik vind alles oké om te doen. En ja, dat blijkt, ik kan niet stilzitten, alhoewel het me nu echt wel goed afgaat. Alleen, ik heb een fase in mijn leven gehad dat ik even niks te doen had gehad. Nou, dan ging ik heb gewerkt bij een autowasstraat. Ik heb in de kinderkleding een halfjaartje gezeten. Kwapi inderdaad. Supermooi, goedkoop. ik vind alles leuk en ik vind alles leuk om te onderzoeken. En nu zit ik ook weer, ik kom net 5 miljoen euro tekort om alleen van Barendrecht te leven. Dus ik moet er wat bij gaan zoeken. En wat wil je? Nou, ik ben met een aantal dingen bezig. Ik ben met één ding heel erg bezig. Met een horeca-achtig iets in Waddinxveen. Okay. Een traditionele sportbar. Je woonplaats? Ja, waar ik in Duitsland voetbalde, waar het normaal is. Gewoon een echte, wil ik dat proberen om in Waddinxveen neer te gaan zetten. Dus daar ben ik nu mee bezig.
Ja, dat zou een droom zijn, want ik hou en van horeca en van sport. Nou, om dat te combineren zou mooi zijn. Ja, lukt dat niet, ga ik verder kijken. Hij zegt even in een bijzinnetje dat hij in Duitsland heeft gevoetbald. Bij Jena heb jij gevoetbald, ja, hè? Sparta en Carl Zeiss Jena. Ja, dat is zo'n connectie, hè? Dat is bizar. Ja. Ik wist wel van Ajax. Wat? Dat Carl Zeiss Jena had tegen Ajax gespeeld. Hoor jij nu voor het eerst dat Sparta ooit tegen Jena heeft gespeeld? Nee, want in het museum van Sparta ligt er iets van Jena. Klopt. Ja. Ja, nu het zegt. Ja. Even voor de jonge luisteraars. In 1983 speelde Sparta Europees voetbal. Eerste ronde Colorain. Derde ronde Spartak Moskou ging Sparta eruit. In de tweede ronde Carl Zeiss Jena. Even uit het hoofd. 3-2 thuis gewonnen. En uit 1-0 achterstaan. Dus eruit liggen. En dan Ron van den Berg die vlak voor tijd de 1-1 maakt. Waardoor Sparta door was naar de volgende ronde. Was Carl Zeiss Jena. En wat mij van die wedstrijd is bijgebleven. Is dat toen Rudiger Snoephazen, speler van Carl Zeiss Jena. Die kopte naar een bal. Ron Stevens schopte hem onder zijn kin. Waardoor hij zijn tong inslikte. Ambulance op het veld. Hoop drama. En Snoephazen heeft dat het gelukkig ook gehad. Ja? Heb ik mijn tong ingeslikt. Carl Zeiss Jena. Meen je dat? Dat was een soort hommage aan Rudiger Snoephazen. Ja, uit Koblenz kreeg ik zo'n karate trap. Ja, slikte ik mijn tong in ook met zieken. Ja, levensgevaarlijk, man. Uiteindelijk ben ik er goed vanaf gekomen. Die tong gaat goed. Je loopt makkelijk. Ik heb zomaar het gevoel dat het niet de laatste keer is dat je hier zit namelijk. Dat deze podcast heel lang gaat duren. Ja, dat gaat allemaal niet. We moeten ook allemaal aan de tijd denken. Zal ik de Spartaan van de week nog even in knallen? Laten we even Volendam afsluiten. Ja? Ja, lijkt me goed. De Spartaan van de week. Ja, bij Anton weet ik het wel. Gasten eerst. Ja, gasten eerst sowieso. Weet je wat het is, de Spartaan van de week? Gewoon aan wie je veel hebt gedacht. Kan iedereen zijn, hè? Het hoeft niet per se een speler te zijn. Is het vaak wel. Nou, dan wil ik gewoon... Kan het ook een groep mensen zijn? Ja hoor. Ja, we hebben nog ongeveer een kwartier, dus ga je gang. Totaal niet om te slaan, maar al het kantoorpersoneel van Sparta. Waarom? Dat zijn Spartanen voor mij. Omdat ik weet wat die achter de schermen doen qua werk. Hoe hard ze werken, hoeveel ze werken. Wat ze allemaal doen. Ja, dat heb ik fantastisch van genoten. Elke keer weer. Dus eigenlijk de hele of alle afdelingen van het kantoor. Dat zijn voor mij de Spartanen van de week. Amen. Vind ik wel mooi. Ja, is hartstikke mooi. Dit is het derde seizoen hè, we dit doen. Het hebben we nog niet eerder zo benoemd, volgens mij. Nee, maar hij niet kan op die manier. Hij kan het benoemen omdat hij ermee gewerkt heeft. Het is geen loze kreet, dit. Nee, zeker niet. En hoeveel mensen werken er op kantoor bij Sparta? Mannetje of 20, 30? Nee, ja, zeker wel, volgens mij. Ja, zeker wel. Ja, ze zijn natuurlijk flink uitgebreid. Of we zijn uitgebreid. We zaten eerst alleen maar op de begaande grond. En nu zitten er heel veel op de begaande grond. En nog meer op de vierde. Op de vierde. En de trainers zitten nog apart weer op de derde. Dus het zijn er wel echt flink wat, hoor. Ja, vroeger moest Sparta die ruimtes in het hoofdgebouw allemaal verhuren. En nu gebruiken ze ze allemaal zelf. Ja. Dus, niet allemaal, maar veel. Het zijn er te veel om op te noemen. Maar als teammanager heb je met alle afdelingen, commercie, ticketing, Terry Simonis, financiën. Je hebt overal mee te maken. Ja, het zijn allemaal super mensen. Ja, het is gevaarlijk om namen te gaan noemen, inderdaad. Want dan ga je mensen vergeten. Maar er lopen mensen die er net zijn. Er lopen mensen die er al 100 jaar werken. Ja, Lydia, na 80 jaar afscheid genomen. Ja. Die had het moeite, hè, met dat je van Excelsior kwam. Zo. Stak ze ook niet onder stoelen of banken. Nee. Ja, die vond mij echt verschrikkelijk. Ja, toen druk ik het nog zachtjes uit. Maar nu... Er zitten een paar hardliners daar natuurlijk in. Elke keer als ik er zie, krijgt ze een dikke kus van me. En dan is het materiaalman Ben Wessels, oer-Spartaan, manager stadionzaken, noem ik het maar even. Ik weet niet of dat correct is. Wesley van der Stam. Wesley. Kevin Valkenburg. Dat zijn natuurlijk wel mensen die... Kevin heel intens mee samengewerkt. Een rood-zwarte niet met open armen ontvangen. Ja. Nee, dat... En nu zijn het maten. Ja. En heb jij nog een moment dat je weet van, ja, dit is het moment, ik voel me nu één van hen? Nee, ik voelde mij vanaf dag één... Maar zei jou niet. Nee, maar dat hoeft ook niet wederzijds te zijn. Ik bedoel, ik voel me nu vanaf seconde 1 ook op het gemak. Ja. Dus dat is hoe ik ben als persoon. En als anderen mij minder leuk vinden of minder prettig vinden, dan ben ik wel een type die dat wil gaan omdraaien. Ik vind het niet prettig als iemand mij niet mag. Nee. Zeker niet als ze mij niet kennen. Dus dan heb ik niet een scheid eraan, maar dat... Dan ga ik juist denken van oké. Dan ga je er investeren. Ja, waarom vind jij mij niks? Er komt de domme achtergrond. Excelsior is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Ik bedoel, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, je had die assist ook niet kunnen geven. Hey Anton. Want dat heeft ons jaren ellende opgeleverd. Spartaan van de week. Koki Saito. En er is nog een moment dat echt benoemd moet worden. En dat was zijn diepe buiging
Na afloop. Voor de Dennis Neville. Die was zo ontroerend, zo mooi. Hij wilde dat helemaal niet. Hij werd naar voren geduwd door zijn medespelers. En toen stond hij echt op zijn eilandje zo tussen fans en zijn collega's achter hem. En met zo'n grijns en dan die buiging. Ja, was echt magistraal. Ja, volgens mij op dat moment stond Bart Vriends bij de collega's van ESPN. En die vertelde een anekdote dat hij een liedje moest zingen dat toen helemaal losging. Welk liedje was dat? Ik denk dat ik daar niet bij was. Ah, jammer. Nee, ben ik niet bij geweest. Jouw Spartaan van de week. Ja, Nick Olij. En die jongen is zo goed dat we het inmiddels alweer gewoon gaan vinden. Maar die heeft er een paar gepakt zaterdag ook. Hoor. Want we winnen wel met 4-0. Dankzij Saito, dankzij Lauris. En ik weet het allemaal wel. Maar kijk die wedstrijd even terug. Vooral in het begin. Wat Olij er allemaal uithaalt. En dat bekroont hij met die geweldige assist. Ja, mooi. Wel een vreemd moment met Nick Olij. Want de dag erna, en ik heb best wel een mooie vrouw. Kreeg mijn vrouw een verzoek op Instagram. Hè? Mag ik je volgen? Dacht ik, hè? Gek. Dus van Nick Olij. Nou, ja, dat is hoe dat nou precies werkt. Maar Nick is net vader geworden. Dus I don't know. En waar kennen die elkaar dan van? Ja, dat is natuurlijk uitgesproken Sparta allemaal. En die taggen elkaar, weet ik het allemaal. Ik heb geen Instagram, maar ze liet dat aan mij zien. Spelers die zitten dag en nacht op Instagram. Ja. En die worden niet alleen uitgenodigd, maar die nodigen ook gewoon heel veel uit. Gewoon om zichzelf ook te verkopen. Ja, snap ik. Ja, en dan, als je het dan toch doet, doe dan een mooie vrouw. Dat snap ik dan ook wel weer. Ben je dan jaloers? Nee, ik vond of ben je dan juist trots? Nee, ja. Allebei een beetje. Van, schat, als je dan een avondje even... Als je dan vreemd gaat doen, dan met de kinderen. Ja. Geef even een seintje, dan ga ik het huis uit namelijk. Maak het bed voor je klaar. En, en als je naar huis komt, vraag even zijn shirt. Ja. Of dat hij zijn onderbroek hier laat liggen of zo, weet je. Over Nick Olij nog heel eventjes. Inmiddels is hij weg bij ons. Jan-Jaap Pruisen werkt bij de collega's van Viaplay. Hij heeft ook een transfertje gemaakt, onbegrijpelijk. Ja. Maar die zei bij het eerste interview bij Nick Olij, toen begon hij aan het eind van, joh, Nederland zelf dan? En die Olij is dat ze weer, joh, flap drol, wat vraag jij nou? Laat me eerst maar een keertje in de Eredivisie keepen. Nu zijn we 5 wedstrijden onderweg. Maar als Noppert erbij kan zitten, dan is het achteraf gezien helemaal niet zo'n rare vraag van Jaapio geweest. Ja, als Noppert erbij kan zitten, die heeft al iets langer in de Eredivisie, niet heel veel langer aangetoond dat hij goed is, ook vorig seizoen al. En bij Olij is het pas 5 wedstrijden, dus ik kan me voorstellen dat dat nog even zich moet bestendigen. Zeker. Maar volgens mij is Noppert alleen op de lijst gezet omdat hij zo lang is. En dat, nee, serieus, voor de penalties eventueel. Maar dat is Olij niet. Ah ja. Dat, kijk, hij kan wel goed keepen. Ik wou zeggen, hij kan wel goed keepen. Zouden ze ook Rick Smit erop kunnen zetten. Maar als je kijkt naar het keeperswerk, dan is Olij minimaal hetzelfde. Ja, dat. Maar dat is wat ik dan hoorde en ook dacht. Maar is dat hij de krul dings moet, dat met penalties, dan gooien ze hem op. Dat was ook nog tegen Sillis gezegd in een interview. Maar je bent toch niet als je lang bent, ben je toch niet automatisch een goede penaltykeeper? Maar volgens mij heeft hij best wel goede statistieken met penalties. Okay. Dus, maar nogmaals, hij kan fantastisch keeper, maar dat Nick ook. Hoe vind jij dat nou, dat opportunisme van ons en op de tribune van Nick Olij, geweldig. Kooijen, wie was dat ook alweer? Even gechargeerd gezegd, dat wij zo snel overstappen. Ja, ik weet niet beter. Ja, ik zit 22 jaar heb ik in betaalde voetbal gezeten. Als speler was dat zo. Wonnen we, ging iedereen die kant op. Verliezen we, ging iedereen die kant op. Ja, dat is toch ook wel weer het mooie van. Maar in het geval Okoye is dat niet zo. Hè? Wij houden allemaal nog van Okoye. Tuurlijk, we houden van hem. Ik snap wat jij bedoelt. Als mens. We zijn hem niet vergeten. Maar ik ben geneigd te zeggen na 5 wedstrijden dat Olij misschien wel beter is. Ja, opportunist. Dat is niet te vergelijken. Nee. Maar dat juichen van Olij, dat bracht wel dezelfde energie weer als het juichen van Okoye. Ja. Dus, en die wisten, die chemie, dat is echt fantastisch. Het was echt een voorrecht om op de Dennis Neville te zien. Ja, hoe die tweede helft zich, hoe dat uitpakte, was echt zalig. Echt zalig. Mijn Spartaan van de week tenslotte, Adil, sterkte. En we gaan door met de glazen bol. Want... Mag ik nog één ding vragen? Ik heb trouwens nog een dingetje. Een wekelijks terugkerend dingetje aan de heer Slotboom zou ik willen vragen. Ja. Sparta Volendam, hoe was de catering? Nou, laten we het daar eens over hebben, ja. De catering is een drama bij Sparta. Jij had goede plaatsen. Maar het is echt... Ze hebben een enquête gedaan. Die hadden ze beter niet kunnen doen, hoor. Nee, wat stond er in die enquête? Het lijkt mij niet zo moeilijk. Ze hebben een enquête gedaan en met vragen. En daar kwamen alleen maar... Ja. Wat is er zo slecht aan, Anton? Nou, dat hebben we toch meerdere keren al over gehad. Ik wil alleen weten of er een verbetering is. Het grootste probleem is, en dat is best wel een serieus probleem, is die biermaat. We zullen het heel kort houden. Maar je kunt alleen maar grote bieren kopen. En ik kwam mensen tegen die echt niet aangeschoten zijn, normaal gesproken, maar die een dubbele tong hadden. Want je wordt gewoon een beetje gedwongen om best veel te drinken. 0,4 per glaasje. Dat is toch niet meer van deze tijd. Dat je
Dat we allemaal met 2 liter bier op naar huis gaan. Dat is toch maar ik zag wel dat... We maken er iets positiefs van. Sparta is ermee bezig. Hebben een enquête gedaan. Dus dat streelt de club. En nu moet ze B zeggen. Ja. En dat is het aanpakken. En dat zal niet binnen... Ja? Nou, ik zag dat Sparta nog niet klaar was op de transfermarkt. Nee, dat was wel hilarisch. Goed, nee, ik zie op de site van Sparta... Je kunt weer terugkomen namelijk. Ja, je kan terugkomen. Ze zoeken voor de catering, zoeken ze runners, bedienden, maar ook chef frituur wordt gezocht. Schitterend. Oh. Ze zoeken chef frituur. En dan kijk ik gelijk naar jou. Als koning van de frikandellen. Ja, ik heb een slechte dag gehad gisteren. Ik heb serieus 15 appjes gekregen, want de frikandel wordt met uitsterven bedreigd in Nederland. Dus... Ja, echt. Er komt een tekort aan frikandellen. Maar mooi dat Sparta een chef frituur zoekt. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, en je krijgt na afloop kan je lekker bier drinken. Ja, nou, dat was opvallend. Dat staat in de drie functies. En alle drie die functieomschrijvingen sloten af met... Na afloop bier met je collega's. Ja. Ja, dat en dat zijn grote bekers, kan ik je vertellen. Ga je dronken naar huis? Ja, maar chef frituur, ja, het is echt schitterend. Ja, het is echt een beetje een vreemde fase voor fans. Want het entertainment is afgeschaft omdat we dat echte veld hebben. Dus er gebeurt eigenlijk niet zo gek veel meer. Oktoberfest is, hè? Wat zeg je? Dus bijna Oktoberfest. Ja, maar dat is in het hoofdgebouw natuurlijk. Okay. Nee, dat in de rust. Nee, maar ben jij niet blij dat die gekkigheid op het veld afgeschaft is? Nou, ik vond die kindjes die op het doel schieten wel erg leuk, hoor. En die supporters die op de lat mogen mikken en zo, die kunt wel van. En nooit raken? Ja, ja, maar juist wel. Maar na 10 0,4 liter dan raken ze hem wel, hoor. Nee, ja, dat is ook voor Jack Riek jammer, want die beloofde dan die televisie met afstandsbediening. Ja, van Zalora. Ja. Ja, van Zalora, ja precies, ja. Dus hey, ook op de site van Sparta hebben we kunnen zien dat de technische staf en de mensen daaromheen hebben een reanimatiecursus gedaan. Vind ik goed dat ze dat doen. Lijkt me prima. Tweede keer, vorige keer hebben we hem ook gedaan. Oh, die... Maurie Stijn gaf Sparta de kus des levens. En dat heeft hij nu ook in praktijk gebracht Ja, vooral de PR-waarde, voetballers en de staf ook. Het zijn allemaal die hebben voorbeeldrollen. Dus het is hartstikke goed dat ze dat doen. Ik heb nog geen jingletje ervoor, maar we hebben altijd ook ingezonden post. Ik heb het hier weer uitgeprint. Glaasbos, laat je nu even over. Nee, maar dat doen we op het eind. We gaan daarna vooruitblikken op Feyenoord Sparta. Ik ben de presentator. Jij mag dan wel hoofdredacteur ad interim zijn. Een functioneringsgesprek. Dat doen we wel even. Ivo Snijders, bedankt voor je mailtje. Het is hier terecht wat Anton vorige week opmerkte over de opmerkingen van Harry van der Laan. Mijn inziens is zijn insteek om Sparta naar beneden te praten te willen om vooral populair te worden bij de Feyenoord aanhang. Kijk, het is maar even gezegd. Verder vind ik het pro-Feyenoord gehalte niet storend en ik had gewild dat de architect van dit Feyenoord, lees Arne Slot, net zo'n goede voetballer bij ons was geweest zoals hij nu Feyenoord traint. Vond ik mooi. Ja. En dit vind ik, dit is ook een mailtje wat ik jullie niet wil onthouden. Vlardinga is iemand die veel reageert. Ik reageer zelden. Oké, dat klopt dus niet helemaal wat ik nu zeg. Maar bij ons bij site reageert hij nog wel eens op ITWM. Maar ik vind die Ruud van Os een man die steeds weer over Feyenoord begint, terwijl het een podcast is over Sparta. Door zijn werk is hij een beetje minder onafhankelijk geworden. Steeds maar pleasen richting Feyenoord. En Slotboom, die is juist heel erg anti-Feyenoord. Benadruk dat ook steeds. En daarom vind ik Frank Stout het prettigste om naar te luisteren. En daarom wordt deze mail voorgelezen. Hij heeft een vrij onafhankelijke geest. De groeten van Vlardinga uit Rotjeknor. Nou. Dankjewel. Nou. God, dat is zo ingewikkeld, deze mail. Dat kan je niet op sport@rijmond.nl. Ik vind het echt hartstikke leuk dat mensen allemaal... Mag ik nog één vraag aan hem stellen? Nee. Nou. Was jij nou nog verantwoordelijk voor de teamfoto? Dit jaar niet. Vorig jaar wel, daar was ik bij. Of het jaar daarvoor. Want ik heb die teamfoto hier. En hoe kan het nou dat ze allemaal aan de andere kant op kijken? Zo moeilijk is het toch niet om een teamfoto te maken? Nee, dat komt vooral omdat er ook... Je moet gewoon naar Carla Vos kijken, lijkt me. Of naar AB Krijger. Ja. Dat is toch gek? Nou, dat viel mij op. Misschien stond er. Dus we zijn ontzettend aan het professionaliseren bij Sparta. Kijk, we kregen dit seizoen een glossy. Ja, we zijn nu ook... Pak die camera dan even, Anton. Welke moet ik pakken, deze? Ja. Ja. Een glossy. Ja, jij keek er ook van op. Je had dat ook nog nooit gezien. Nee. Heel glad papier. Helemaal vol met dingen die je kunt kopen. En dan kijk je naar de teamfoto. Dan kijken ze de andere kant op. Vind ik dan mooi. We zijn groot en klein tegelijk. Dat we is moeten zo zorgen Sparta, dat er reden voor verbetering is. Ja, zo is het. Voor verbetering. Ik ga nu die glazen bol erin knallen. Catering wordt echt goed. De glazen bol. De glazen bol, even uitleggen voor de mensen die nu ook voor het eerst kijken. En alleen kijken, we gaan altijd voorspellen. En als je dan het goed hebt, dan krijg je 1 punt per overwinning. 2 punten voor de juiste uitslag. 1 punt voor de juiste eerste doelpuntenmaker. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je een bonuspunt. Ik heb een tussenstandje. Hij zal zelf wel bovenaan staan. Een beetje kenner. Hij is zo enthousiast. Anton heeft 2 punten, Ruud heeft 5 en ik heb 8.
twee punten. Je hebt een, ja, ik, ja, ik was die, toch een week afwezig. En die jongens, zijn voor de moeite. Ja, en die twee punten heeft Sinclair voor je binnengehaald. Nee, jij hebt alleen één keer gezegd dat Sparta zou winnen bij Go Ahead. En je hebt gezegd, Anton, dat Sparta zou winnen van Volendam. Nou, dat klinkt, en dat zijn inderdaad, deskundig allemaal. Dat zijn inderdaad twee puntjes. Nu gaan we vooruitblikken op de derby. Bij de club waar Leen bijna voor had gewerkt. Misschien wel. Oh, als opvolger van Bas van Noordwijk. Ja, gaan we even aan voorbij. Heb je daar ook nog sympathie voor? Voor Feyenoord? Ja. Moet ik eerlijk zijn of moet ik nu een verhaaltje gewoon ophangen? Nee, wees maar eerlijk. Nee, ik ben vroeger altijd Feyenoord supporter geweest. Heb je tatoeage? Ik heb tatoeage, maar niet van niet Feyenoord. Van Feyenoord überhaupt van voetbalclub? Nee, sowieso. Nee. Maar op een gegeven moment, ik ga naar FC Utrecht toe. En dan word je fan van die club, omdat je je ziel en zaligheid daarvoor geeft. Nou, vervolgens ga je naar Excelsior toe en dan word je daar fan van. En uiteindelijk merk ik van dat ik vooral nu liefhebber ben. En ik draag Excelsior, Utrecht, Sparta, maar ook Feyenoord een warm hart toe. En dat zijn wel de eerste teams waarvan je denkt van, nou, ja, nu is het zondag, is het Feyenoord-Sparta. Ja, dan lul je hier maar uit. Nee, dat hoeft niet. Want ik ken zo de politiek in. Dan vind ik, dan hoop ik gewoon over een mooie wedstrijd. En als we reëel zijn, wint Feyenoord die. Maar als je in de voetballerij werkt, zijn er dan ook echt kutclubs. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar zoals wij fans dat echt hebben. Ik heb bijvoorbeeld zelf heel weinig met FC Groningen. Ik heb echt niks aan. Waarom niet? Nee, waarom? Ja, dat is gewoon voetballers sentiment. Ja. Een paar slechte ervaringen. Kijk, ik ben inmiddels 38 jaar geworden en dan word je wat. Maar vroeger had ik een intense hekel aan Ajax. En al mijn vrienden die voor Ajax waren, dat waren, ja, op sommige dagen haat ik ze gewoon. Hè. Dat was omdat je wat kleiner was, jonger was. En maar dat kwam ook omdat ik vond ook echt, toen ik bij FC Utrecht in de jeugd en toen moesten we naar Ajax, ik vond ze daar ook gewoon een hele andere uitstraling hebben. En dat je goed bent, prima. Maar in je doen en laten moet je gewoon lekker normaal blijven doen. Ja, nu was mijn laatste wedstrijd was tegen Ajax. En ik kreeg van Jan Siemerink een heel mooi Ajax-shirtje. Nummer 9 van Steense erachterop. Oh? Ja, dus hartstikke mooi. Vind ik echt super gaaf dat ik zo'n shirt krijg. Het hangt nu in de woonkamer. Nou, ik heb hem gewoon aangedaan en mijn Feyenoord-vrienden opgebeld. Ja, weet je. Goed, dat zou ik vroeger niet doen. Nee. Dan zou ik hem aan mijn broertje geven, die van Ajax. Maar nu heb ik zoiets van, ja, weet je. Gezonde rivaliteit is altijd leuk. Maar dat vind ik wel een mooi gebaar. Ja, weet je? Ja. Schitterend. Ja. Ze hebben ook wel geld zat daar natuurlijk. Het is weet je, zulke dingen onderling met teammanager hebben we hartstikke leuke contact altijd. Groepsapp. Ja. Tuurlijk. Maar kijk, jij doet niet mee aan de glazen bol alleen, maar wat zou je zeggen? Aankomende zondag, uitslag? Ja, ik dan 3-1. Ja. Zak. Ja. Ik denk 1-0 voor Feyenoord. Je kijkt erbij alsof het verbazingwekkend is wat je zegt. Anton? 0-1 door Adil Awassar. Het is Bukari-scenario nog een keer. In de slotfase. Nou, dan wordt het 2-1 worden. Feyenoord doodmoe. Feyenoord is helemaal niet bezig met de derby. Wij wel. 3-1 is wat ik denk. Mag je ook doorgeven wat je hoopt? Ja, precies. 2-2. Ja, dat is het. Kijk, als je vraagt wat denk jij dat het wordt, dan zeg ik 2-1 voor Feyenoord. Wat hoop ik dat het wordt? 0-9. Ja. Zo simpel is het natuurlijk. Ik hoop dat Sparta dik wint. Maar ik denk dat Feyenoord gaat winnen. Nu. Je wil winnen. Je wil boven Frank komen. En ik denk dat Van Krooij Sparta wel op voorsprong zet. Want Feyenoord komt vaak op achterstand. Dus ik denk dat dat nu ook gaat gebeuren. Maar dat ze het helaas voor ons wel gaan rechttrekken. Ik denk Danilo met het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd. En jij, Anton? Nou, sorry. Ala Bukari. Nou, ik snap wel waarom jij Ja, maar ik kan natuurlijk niet zo gaan doemdenken als jullie. Waarom niet? Positief. Ik moet iedere week positief zijn. Ja, maar dat betekent niet dat je niet reëel hoeft te zijn. Ja, maar dat is nou het mooie van supporter zijn. Ik hoef niks. Ik hoef niet naar het hoofdgebouw. Ik hoef niet de waarheid te voorspellen. Gewoon maar de kop. Kijk, een flesje. Als jij gelijk krijgt, niet met de doelpunten, krijg jij van mij een flesje. Helemaal tof. Hey, nu gaat Sparta dus naar de Kuip met heel veel nieuwe spelers. Heb jij meegemaakt, of misschien deed je dat zelf vroeger wel, als je dan in de Kuip komt, dat je een fotootje maakt? Ja, ik weet nog heel goed mijn allereerste keer. Vroeger heb ik veel op de tribune gezeten en dan ben je klein. En dan is alles heel groot. En ik weet nog dat ik met FC Utrecht daar kwam en moest spelen. En toen ik op de middenstip denk ik, mijn gedachte was het veel groter. Heel gek is dat, natuurlijk foto gemaakt. Ik weet nog heel goed, 2-0 verloren. Oh. Dirk Kuyt en Kalou. De Kuip, ik vind het het mooiste stadion van Nederland. Echt een geweldige sfeer. Ik vind mijn oude troep.
Ja, maar dat is juist het mooie. Nee, maar hoe ga jij daar als hoe gaat de staf daarmee om? Hoe gaat jij daar, maakt hij onderdeel daarvan uit? Als een speler het veld opkwam en met zijn telefoon de Kuip ging filmen of Arena of zo. Heb je dan iets van laat lekker of hey, kap daar eens mee? Nee, tuurlijk. Laten? Ja. Waarom zou je dat tegen willen houden? Dus ja, je komt er niet als toerist natuurlijk, hè? Je komt er als werknemer van Sparta. Ja, maar ze filmen het stadion waar ze in gaan spelen. Als jij ergens naartoe gaat voor je werk en je komt in een hele hoge toren. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Nee. Ik heb een paar keer Roger Federer mogen interviewen. En dan ga ik niet zeggen, Roger, wil je even met mij op de foto? Ja, maar ze gaan er niet op de foto in een Feyenoord shirt. Ja, omdat ik het een beetje ongepast vind. Je vindt het onprofessioneel? Onprofessioneel, ja. Terwijl het voor mij is het een legend, hè? Ja, dat bedoel ik. Ik heb hem ook een paar keer gesproken. En dan ga ik dat niet zelf doen. Maar er was een professionele fotograaf een keertje bij. En die had een foto van mij en Federer gemaakt. En die hangt thuis. Ja. Weet je wel, dat is het spontane. Maar dan foto is iets anders. Ja. Dus dan ben ik wel trots. Maar ja, ik vind op het moment dat je een foto maakt, ben je niet minder professioneel of zo. Ik bedoel, je bent gewoon liefhebber, je bent fan. Je geniet van mooie momenten. Ik heb fotoboeken van mij, die heeft mijn vrouw altijd bijgehouden, vind ik geweldig om met mijn kinderen doorheen te bladeren. Ja, ja die komen er niet als je niks maakt. Als je geen foto's maakt, komt er ook geen fotoboeken. Nee. Dus ja, ik vind, ik heb daar nul moeite mee. En zeker nu, ja, alles staat overal. Dus waarom zouden voetballers dat niet mogen doen in vijandelijke stadions? Ik denk niet dat ze beter gaan voetballen als je ze dingen gaat verbieden. Nee, dat is hun, zo. Met hun telefoons. Nee. Kijk, er zijn altijd wel een bepaalde maatstaven. Hoe je met een capuchon oploopt, weet je, dat soort dingen. Daar hou ik helemaal niet van. Ook dat zie je steeds meer. Petje op. Ja, je kan krampachtig eraan vasthouden. Maar op het moment dat je ergens regels opzet, dan moet je ze ook gaan naleven. Dat betekent niet dat je alles moet loslaten, maar het is wel... Maar zijn er gedragsregels of coderegels binnen Sparta van dit mag wel, dat mag niet... Bij de receptie bijvoorbeeld is het hartstikke prettig als je gewoon zonder capuchon en pet op komt lopen. Want die kan bij Sparta kan je overal zo naar binnen lopen. Ja. En op een gegeven moment weet je niet meer wie is. En zeker ook spelers van onder 23 die kent nog niet iedereen. Dus ja, het is wel gewoon, je hoofd moet gewoon vrij zijn. Ja. Ja, telefoons. Toen de spelers, de reserves, bleven zitten tijdens de Sparta-mars. Dat duurde een paar wedstrijden en toen stonden ze opeens. Was jij nou degene die zei van, hey, kappen? Was jij nou degene die mij daarop attendeerde? Want iemand heeft mij erop geattendeerd. Van, joh, wil je erop letten? Want het stoort. Iemand heeft mij... En toen... We hebben het besproken natuurlijk. Het viel op. Ja. Het zag er stukken beter uit. Ja. Het viel jou op. Ja, nou ja. Met mijn en andere supporters. Ja, maar wij zitten met vol zicht natuurlijk daarop. Ik zie het niet vanaf de perspectief. Iemand heeft mij toen, maar dat is alweer, denk ik, 2 jaar terug, heeft tegen mij gezegd van, joh, zou je erop willen letten? Want en vanaf dat moment heb ik het altijd gezegd inderdaad. Ja. En dat is het eerste wat als ik aankom lopen, staan ze, oké, dan een compliment geven. Ja. Heb je dat ook overgedragen? Wat heb je überhaupt overgedragen aan je opvolger? Ja, dat heb ik wel overgedragen inderdaad, want hij liep tegen Ajax liep die met me mee. Wat heb je ook? Niet normaal veel. Maar heel veel dingen doe ik ook gewoon omdat ik weet dat ze moeten gebeuren. Dus die staan niet op papier. Ik heb het wel geprobeerd om allemaal op papier te zetten, maar het is gewoon te veel. Het zijn allemaal hele simpele dingetjes, hele kleine dingetjes. Ik bedoel, teammanager zijn. De werkzaamheden hoeven we niet te overschatten of wat dan ook. Dat kan iedereen met een universitaire opleiding. Iedereen kan die doen. Alleen inderdaad, het samenwerken met zoveel verschillende mensen, dat is echt wel iets. Dat moet je onder de knip hebben. Maar de werkzaamheden zijn veel. En daar moet je wel echt scherp op zijn, want daar liep ik nog wel eens tegenaan. Niemand die mij controleert. Nee. Er is niemand die mij controleert. Nee. En dat is het lastige. Als je iets vergeet of iets verkeerd doet. Maar als de bus niet staat, weten ze je te vinden. Ja, dat sowieso. Ja, en als Sparta volgend jaar Europees gaat spelen en je vergeet het vinkje van Nicolai of zo. Ja. Maar dat is het. Ja. Eigenlijk zou er iets moeten zijn die jou... Maar dat kan bijna niet. En dat is het. Dat maakt die baan ook zwaar natuurlijk. Ja, je moet die druk op je schouders. Moet je scherp zijn en ben ik niet... Hey, we zijn er jongens. Ik vond het echt hartstikke leuk. Ja. En ik denk dat je nog wel een keertje gaat komen als het ons ik vind het hartstikke leuk om dit soort dingen te doen. Ja, ja nou leuk. Oprecht. Voor jou was het ook natuurlijk een grote eer, Anton. Eergisteren zat je nog aan tafel met Mel C van de Spice Girls en nu met Leen van Steensel. Ja, Steen van Leensel. Ja. Gaat het wel hard achteruit. Heb je dat e-mailadres? Ik ga je e-mailadres niet zeggen, maar dat heb je nog steeds. Steen van Leensel @ nog wat. Heb je die nog steeds? Ja, tuurlijk. Ja, goed, moet hij ook van mailadres gaan veranderen? Ja, dat heb ik ook nog wel moeten doen. Want de Sparta-mail is weg. Ja. Ja, dat geloof ik. En je wordt ook wat ouder, dus dat Steen van Leensel, ik heb hem nog wel, maar daar kijk ik eigenlijk niet naar. Nee. Maar even, Mel C,
Hoe is het met haar? Waarom zat je daar? Wat gaat ze doen? Ik ga voorbereiden. Dat is morgen het interview. Oh, dat is morgen het interview? Ja. Fantastisch. Ze heeft een boek geschreven, Mijn Leven als Spice Girl. Dus dat ga ik dan doen. En dat doe je voor Trouw? Of voor Oor? Of voor het AD? Nee, dat is AD. Oké. Je hoort het, Anton, die snapt er wel een beetje wat bij. Hij niet dan. En was Mel C ook jouw favoriet? Aan het eind van deze podcast. Mel C is toch fantastisch. Was dat jouw favoriete Spice? Ja, nu zeker, toch? Jouw? Alleen? Nee, ik... Het gaat niet meer over voetbal, alleen Ik dacht, misschien mag ik nog wat zeggen over de Bikt groep. Bas Voermans. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Zeker niet over Bikt groep zeggen. Nee. Nou, dus, dan zijn we er echt als we het over... We hebben het alleen niet echt over het derbygevoel gehad. Nee. Het is wel Feyenoord-Sparta, de slag om Rotterdam. Zo. En we ruiken toch bloed nu? Ja, dat ene moment Cabral, Pogba. Toen was jij er nog niet. Natuurlijk wel. Oké, dat was fantastisch. Ja. Fenomenaal. Overigens over hem gesproken natuurlijk. Ja, we gaan even nog een uurtje podcast. Ja, maar ik zit er niet zo lekker in. Nee, ik ga nu namelijk afronden, want ik weet dat Ruud heeft een volgende afspraak bijvoorbeeld. Dus ja. Maar FC Rijnmond gaat ook langer door, toch? Toch? Dat is nieuw, hè? Nou, we zitten nu al een uur te lullen. We zijn allemaal nieuw. Dit is allemaal nieuw. Ik kom nog naar Sparta. Maurice belde me gisteravond. Ze hebben je toch nodig? Even een bakje komen. Nee, ik ga even een bakje doen. Ja, nou, je bent hier vlakbij. We gaan lekker mee. Dan gaan we het volgende week gaan we het over dat Sparta-gevoel hebben. Maar ja, weet je, met Leen, derby-gevoel. Maar met Leen hier aan tafel ging het lekker over jou. We gaan afsluiten met het idee dat we bloed ruiken. 1200 Spartanen gaan er naartoe. Het uitverkochte. En het mooie, het uitvak is uitverkocht, maar de Kuip niet. Dus Spartanen hebben er zin in, hebben er vertrouwen in. Ja, het is voor Spartanen een belangrijkere wedstrijd in de derby-sfeer dan de Feyenoord. Ze zijn er totaal niet mee bezig. Feyenoorders willen gewoon 3 punten en in de race om bovenin mee te blijven doen. Ja. En of het nou derby is of niet, dat interesseert ze helemaal niets. Nee. Maar voor ons telt het wel. En wij denken terug aan 2000, maart 2000 met Boukari. Aan, augustus 81 met Barry Hoeks toen we wonnen. Kijk, we winnen zo weinig daar dat je ze op... Zo kan oplepelen ook. Die keer komt weer steeds dichterbij. Ja. En wellicht is het zondag. Statistisch gezien komt het dichterbij. Ik hoop ook echt dat er een resultaat gaat. Ja, ik denk nog wel eens aan Diro Duarte die Sparta naar 3-2 had kunnen scoren. Oh ja, man. Het Veldwijk ook toen. Mega, die scoorde toen, hè? Ja. Echt ongelooflijk. Maar heb je dan een antipathie richting Feyenoord of richting Excelsior? Excelsior. Toch wel. Ja, ook deze week weer. Frank Vijg op LinkedIn. Weer zo'n heel verhaal over directeur van de Excelsior Foundation. Ja, inmiddels wel. Oud-collega van ons. Mm-hmm. Geweldige fan natuurlijk. Maar ook weer dat verhaal over 2010. Het is klaar met dat verhaal. Ja. En we zijn sinds deze week ook staan we boven Excelsior. En dat doet mij lekker goed. Hey, maar het blijft... Hoe klein, hè? Maar het blijft een spelletje. Maar sportieve rivaliteit is leuk, toch? Vooral dat. Vanuit supporters kan het nu... Bij Excelsior lopen er wat supporters, zeg maar. Die hele andere generatie. Toen ik daar de laatste keer was, werd ik daar ook uitgescholden. Weet je? Die kennen jou niet als speler. Die kennen jou alleen als teammanager. Ja, maar weet je, dat zijn snotneuzen. Of dat zijn mensen die... Weet je, kijk. Zoals Anton. Echt clubaanhangers die echt fans zijn. Weet je... Vind ik alleen maar mooi. Top. Als het netjes blijft. Maar doe af en toe je oogklep af. Nou, niet af en toe. Doe altijd je oogklep af. Precies. Ja. Nou. Ja, dus dat incident met dat Ajax-shirt moeten uittrekken. Wat door fans. En dat gaat allemaal over Excelsior. Laat gaan, Anton. Laat gaan. Vreselijk, toch? Ja. Dat weet ik niet meer. Sportieve. We gaan winnen in de Kuip. 1200 man. Hoop ik. Borst vooruit. Ik denk het niet, maar ik hoop het wel. We hopen op resultaat. Ja. Volgende week zijn we er weer. Weer op beeld, zonder Leen. Maar Leen die komt nog wel een paar keer terug. Dat vind ik hartstikke leuk. Succes met Barendrecht. Ja, mooi man. En doe Maurice de groeten. 4 gespeeld, 3 gewonnen. Ja, goede trainer. Goede trainer. Succes. Goeie spelers. Dat is dat het. Bedankt voor het kijken, luisteren, hoe dan ook. Sparta naar voren is er dus iedere woensdag bij Rijnmond. En dan gaan we lekker mee door. Op naar een mooie derby. Dag. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren.